Manon, Manon Becker van Waternet, gaat ons meenemen in wat er gebeurt met het one-step filter. Ik zag gisteren op Twitter ook van alles voorbij komen dat Witteveen en Bos een prijs in ontvangst had genomen in Abu Dhabi met de International Water Summit. En dat ze daarmee ook flink aan de weg timmeren. En jij gaat hier de ontwikkelingen met het one-step filter op Horstermeer toelichten. Ja. The floor is yours. Okay. Ging te snel? De middelste knop, hè? Ja. Ik zal jullie vandaag iets vertellen over het onderzoek O3GAC. Specifiek voor Waternet, wat we voor het weer hebben gedaan. Ja? Oké. Nou, dit ongeveer ga ik vertellen. Aanleiding, waarom doen wij het onderzoek? Wat is nou het O3GAC, O3-step filter? Misschien weet nog niet iedereen dat. En wat is nou de inhoud van het project? Bestaat uit verschillende fases. We zitten nu in fase 2, daar zal ik wat resultaten van laten zien. En wat is het vervolg van het onderzoek? Nou, wat is de aanleiding waarom wij O3GAC onderzoeken? Wij hebben op RWCT Horstermeer een one-step filter staan. Een one-step filter is een actief koolfilter. Het is een nabehandelingsinstallatie gevuld met actief kool. En daarin verwijderen we nutriënten, zwevende stof. Maar omdat het actief kool bevat, kunnen we ook adsorberen. Dus we kunnen ook microverontreinigingen verwijderen. Nou, toen wij dat filter hebben geplaatst, was aanvankelijk het doel voor Waternet om nutriënteneisen te halen. We kregen lagere stikstofeisen en een lagere fosfaateis. Wij hadden vanaf 2009 onderzoek gedaan naar verschillende nabehandelingstechnieken. En daar kwam het one-step filter voor ons als beste uit. Wij hebben dat toen gebouwd, full scale, ook met een subsidie van het ministerie. Met ook als doel, we kunnen onze nutriënteneisen halen. Maar het bevat actief kool, dus we zijn ook vast voorbereid op de toekomst. En we kunnen daarmee microverontreinigingen verwijderen. Nou, toen wij het filter opstarten, hebben we eigenlijk vanaf week 1, moet ik zeggen. Niet dag 1, dat is niet helemaal gelukt. Maar vanaf week 1 hebben wij metingen gedaan aan de verwijdering van microverontreinigingen. En dat hebben we een jaar lang gedaan. En wat we eigenlijk wilden zien... Wat doet dat filter nou als die gewoon in normaal bedrijf is, zoals wij hem willen voor de nutriëntenverwijdering? Wat doet hij dan nog extra aan microverontreinigingen vanwege die adsorptie van dat, aan dat kool? Nou, daar is een conclusie uitgekomen. Dat is de tabel eigenlijk die hier staat. Het stipje is wijzen. Deze tabel is eigenlijk de overall conclusie van het jaarlang onderzoek. We hebben heel veel verschillende stoffen gemeten, wel meer dan 100. Waar we eigenlijk de enige goede conclusie over konden geven was op de stoffen geneesmiddelen. En dan zie je de tabel verdeeld in 3 kolommen. Je ziet een kolom met goede verwijdering, een matige verwijdering en een slechte verwijdering. En gemeten in de tijd. Dus we konden van een aantal zeggen van met deze stoffen kunnen we goed verwijderen met een actief koolfilter. In combinatie met die nutriëntenverwijdering. Hè, want die was gewoon continu aanwezig. Is 65-90%. Matige verwijdering tot max 60%, maar er zijn ook een heleboel stoffen die we gewoon niet konden verwijderen. Hè? Slechte verwijdering. En de stoffen die we goed kunnen verwijderen, die kunnen we eigenlijk maar een bepaalde tijd verwijderen. Dat is natuurlijk wel de verwachting. Actief kool kan niet onbeperkt adsorberen. En hier staat 15.000 tot 20.000 bedvolumina.
Dat komt voor de situatie, OneStep worstelt meer ongeveer overheen met 4 tot 6 maanden. Zeg gemiddeld 5 maanden. Konden we dus stoffen verwijderen, maar alleen die goede. De slechte konden we al veel eerder niet en vanaf het begin of al niet. Hiermee hadden we wel zoiets van ja, als er eisen gaan komen voor microfrontreinigingen, dan kunnen we het niet alleen maar met het one-step filter zoals het nu is. Dus daar moet wat meer aan gebeuren. Dus, toen zijn we verder gaan nadenken. Natuurlijk niet alleen Waternet. Hè. Ik heb hier onder alle partners genoemd die daar ook over meegedacht hebben en mee nagedacht hebben. We dachten, misschien als we er een ozon voor zetten, een ozondosering, kunnen we de verwijdering van microfrontreinigingen verbeteren. En dat omdat we met ozon stoffen kunnen breken en dan met actief kool nog stoffen kunnen adsorberen. Maar wat belangrijk is voor ons, dat we het nog steeds inclusief die nutriëntenverwijdering willen. Want we willen eigenlijk een soort van geheel one step maken. Dat je echt alles in één stap kunt doen. Met een ozondosering daarvoor. Nou, de naam is nu bedacht dat het een O3-step filter heet. Daar heeft Witveen en Bos een mooi plaatje voor gemaakt. En het is een ozon-supported one-step filter. Ja, dus one step nog steeds met de nutriënten. En ja, zo ziet het er dan uit. Hè. Dit is het one step filter. Zoals het er is. Met een methanoldosering voor de zebron voor de denitrificatie. En een aluminium dosering voor de fosfaatverwijdering. En dan vooraf een ozon dosering. Waarom zou nou die combinatie goed zijn? Waarom denken wij dat? Efficiënt. Je kan het in één stap doen. Hè? Alles in één stap bij elkaar. Nutriënten en microfrontreinigingen. Dan kun je ook zwevende stof. En wat we ook verwachten is dat we door die combinatie van die twee technieken een heel breed scala aan stoffen kunnen pakken. We hebben een verhaal gezien vanmorgen over ozondosering bij grote lucht van Oscar. We hebben ook pakas gezien, wat kan poederkool nog doen. En wat gebeurt er nou als je die twee echt combineert? Maar ook nog steeds met die nutriënten. Dus eigenlijk doe je alles in één. Nou, daar waren we benieuwd naar en dat zijn we nu gestart om te gaan onderzoeken. Plus, als je ozon gebruikt, we hebben het al een paar keer gehoord, krijg je afbraakproducten, metabolieten. En de verwachting is dat we dat dus met actief kool, een biologisch actief koolfilter, heel goed kunnen verwijderen. Dus dat we dan het effect, of de toxiciteit eigenlijk, het laagst kunnen krijgen, dat echt kunnen verlagen. Nou, we hebben wel gekeken van is dit niet alleen maar situatie Horstermeer, is dit niet alleen maar voor ons belangrijk, maar ook voor de rest van Nederland. Witveen Bos heeft inventarisatie gedaan en het is toch echt nog wel op een aantal, op een groot aantal plekken toepasbaar in Nederland, waar je dus te maken krijgt met KWR-richtlijnen. Eisen dat je en nutriënten en die microfrontreinigingen moet doen. Dus er zit wel potentie in. Nou, ons project, O3-GAC noemen we het, maar het is dan een O3-step filter. Het one-step filter, de nutriënten en dan het project in 3 fases verdeeld. Literatuurstudie, fase 1, fase 2 labschaalproeven en fase 3 een pilot. Waarom hebben wij nog een fase 2 erin gezet? Omdat we toch een heel aantal dingen nog moesten uitzoeken voordat we echt van literatuur gelijk door konden naar een pilot. Er zijn toch nog veel dingen onzeker die we eerst op pilotschaal wilden gaan testen. Nou, fase 1 was literatuurstudie. Wat voor concepten zijn er nou mogelijk? Is een rapport van, kunt u allemaal lezen. Dit concept is er eigenlijk uitgekomen. Het is eigenlijk een vrij conventioneel concept, zoals we het net eigenlijk zagen.
Je hebt het gakfilter, wat dan het one-step filter is. En daarvoor heb je de doseringen. En waar we ook naar gekeken hebben, welke mogelijkheden zijn er om je kool te regenereren. Of eigenlijk te reactiveren. Dat zijn hier, zijn er vier uitgekomen. En we gaan met de eerste door. En dat heeft een normale thermische reactivatie van kool. We gaan nog niet kijken naar alternatieve reactivaties, bijvoorbeeld met ozon of op biologische manier. Dat zijn nog te, nou ja, te nieuwe technieken om eigenlijk al op pilotschaal te gaan testen. Dus dat komt in een ander onderzoek. Nou, met die resultaten zijn we doorgegaan naar fase 2. Fase 2 labschaal. Waarom niet gelijk door naar pilot? Omdat we toch niet zo goed wisten van ja, hoeveel kool in combinatie met ozon, hoe werkt dat en wat worden dan je ontwerpparameters voor een pilot filter. En hier staan een aantal vragen wat we hebben onderzocht. Wat is de invloed van je ozondosering op de verwijdering van je microverontreinigingen? En dat is dus eigenlijk bekeken vanuit het koolfilter wat we al hebben. Wat doet ozon daar nog extra in? Wat is de overall verwijdering? Hè, in het geheel, ozon en actief kool samen. En wat is de invloed van je ozon op je standheid? Ik geloof dat Herman een heel mooi grafiekje liet zien over de duurzaamheid van de ozon en de kool. Daar kwam uit dat kool helemaal niet zo duurzaam is. Dus wat we ook willen bereiken met een ozondosering voor het koolfilter is dat je je standtijd kunt verlengen. En dat je dus minder vaak hoeft te regenereren en nieuwe kool hoeft aan te schaffen. Ja, dus dat is een hele belangrijke die we eigenlijk hier in die labschaaltesten wilden ontdekken. Van ja, hoe zou zich dat kunnen ontwikkelen? We zitten nu in de afronding van fase 2, dus we kunnen wat resultaten laten zien. Onder andere deze. Hier zie je verschillende stoffen onderin de grafiek. We hebben een aantal stoffen gemeten op labschaal, dat zijn een stuk of 12. Hier een greep daarvan. Blauw is een lage hoeveelheid actief kool. En groen is een iets hogere hoeveelheid actief kool. En de verschillende kleurtjes geven aan dat er een ozondosering bij komt of iets hoger. Dus het eerste kleurtje, blauw, lichtblauw, is alleen actief kool, zonder ozon. Het tweede kleurtje, iets donkerder blauw, daar komt een lage ozondosering bij. En de donkere blauw, daar komt een hogere ozondosering bij. Dus wat we met die labschaal testen eigenlijk wilden bekijken, wat geeft nou die combinatie, wat voor resultaten geeft nou die combinatie ozon en kool met laag kool en hoog kool, laag ozon en hoog ozon. Ja, nou, groen is dus hogere kool. Wat je vooral ziet bij blauw is dat een ozondosering echt wel wat doet. In ieder geval in die stof. Wat het voor metabolieten oplevert, dat weten we natuurlijk nog niet. Maar dat je met een hogere kool, en dat je best wel wat bereikt. Hè? Dat lage blauwe balkje hier bijvoorbeeld, dat is alleen maar kool. En ozon doet daar wat bij. Ja, dus het is echt gedacht vanuit het koolfilter, wat doet ozon extra? Nou, groen is hoge kool, dus daar doet ozon nog wel wat extra, maar eigenlijk heeft kool het grootste gedeelte al gedaan. Nou, zo kun je dat voor de verschillende stoffen bekijken. Ook hier metformine weer slecht, hè? Ozon en kool allebei niet zo best. Wat we toen hebben gedaan, en ook hier zie je heel mooi de combinatie van afvalwater en drinkwater, want dit zijn echt drinkwater onderzoeken, het bepalen van adsorptie-isothermen. Nou, dat was toen wij hieraan begonnen voor mij nog helemaal nieuw. Op afvalwatergebied werken we daar eigenlijk helemaal niet mee. En die kennis hebben wij dus echt van, onder andere bij Waternet zitten natuurlijk ook drinkwaterdeskundigen. Dus die info die zit ook allemaal in dit project. TU Delft heeft deze onderzoeken gedaan.
En wat je hier eigenlijk ziet is, wat heeft nou ozon voor effect op de standtijd van het kool? Hieronder zie je de standtijd. En de concentratie van de stof die erin gaat. Hè, dit is alleen maar één stof, benzotriazol. De concentratie die erin gaat. En de concentratie ozon die we gebruikt hebben. Wat je ziet, de blauwe lijn. Alleen adsorptie van kool van benzotriazol, zonder ozon. Nou, ongeveer, neem het getal niet te ruim, maar weet dat hij hier doorbreekt. Hier is alles verwijderd in die eerste 200-300 dagen. En daarna gaat het filter doorbreken. En dan zie je dus een uitgaande concentratie ontstaan, tot je uiteindelijk bijna bij die 6 bent. En 6 was ook de ingaande concentratie. Wat je dan ziet bij 0,2 gram ozondosering, je brengt dus ietsjes ozon bij, dan zie je eigenlijk dat het filter ietsjes sneller doorbreekt dan dat je niks doet. Nou, waarom weten we niet? Kunnen we nog niet verklaren. Maar wat veel interessanter is, is wat hier gebeurt. Je doet 0,8 gram ozon erbij, per gram DOC. Hè? En dan zie je dat die standtijd verlengt. Hier was die zeg op 300 en hier ga je toch richting de 600. We hebben 3 metingen gedaan met ingaande concentraties van 6 en dan uitgaande concentraties. Hè? Bij hier 0,8 zie je uitgaand 1,8, 1,5 of 1,4. Nou ja, zeg gemiddeld 1,5 gaat eruit. En dan kun je dus hier met dit soort testen bepalen wat wordt dan je standtijd. Nou, je moet niet het getal te letterlijk nemen. Hoe je het eigenlijk moet bekijken is dat je dus met een ozondosering je standtijd inderdaad kan verlengen van je kool. En of dat nou 600 dagen is of 500, dat is niet zo heel relevant, want dat gaan we in een pilotschaal natuurlijk pas testen, want je moet ook weten dat we hier alleen maar proefjes hebben gedaan met ozon en kool en niet met een nutriënten, met een biomassa die nutriënten verwijdert en zo. Dat zijn echt pas dingen die je op pilotschaal kunt testen. Maar dit soort gegevens kun je wel gebruiken om een beetje richting te geven aan je pilot. Ontwerpparameters te krijgen voor je pilot. Nou, hier nog een mooi plaatje van controle, ja, een beetje controle van wat geeft nou die modellering, hè, van die standtijd ten opzichte van werkelijk. Want we hebben natuurlijk een jaar lang gemeten aan stoffen en we weten per stof wanneer het filter doorbreekt voor die specifieke stof. Dus dat zie je hier. Hier zie je een mooie tabel met de werkelijk gemeten prestaties van het one-step filter, het STOA, dat staat in het STOA-rapport. En hier de modellering van de labschaal testen. En dit is eigenlijk de eerste meting van deze kolom. Dat zijn de eerste metingen van dat onderzoek. En bij die 43.500 bedvolumes zie je hier. Ja, dus je kunt heel mooi vergelijken. Wat zijn de verwijderingsrendementen bij een bepaald bedvolume? Nou, dat staat hier getekend. En wat zijn de verwijderingsrendementen bij dat? En dan kun je dus gaan kijken van ja, wanneer is nou in de modellering mijn actief koolfilter doorgeslagen? En wanneer is dat in werkelijkheid gebeurd? Nou, wat we hebben gezien is dat eigenlijk in die modellering het allemaal wat positiever naar buiten komt dan in full-scale het geval is. Maar wat we er wel uit kunnen halen, geen specifieke getallen. Maar wat we wel kunnen zeggen, en dat zegt dit grafiekje, laat dat zien met hier de conclusie ernaast. Oh. Bij een... Nou ja, dat zagen we al, hè? Een lage ozondosering, ja, op de een of andere manier verkort dat onze standtijd van het kool. Nou, maar bij die 0,8 kunnen we ongeveer zeggen,
Wij kunnen onze standtijd met 40% verhogen. Nou, als je nog terug weet dat tabelletje uit de eerste sheet ongeveer 4 tot 6 maanden standtijd voor die stoffen die we goed konden verwijderen. Als we, en dat is ongeveer 20.000 bedvolumes. Als je daar 40% bij optelt, nou, dan kom je ongeveer op tegen de 30.000, 28.000 bedvolumes. Zou voor Horstermeer betekenen dat dat 9 maanden looptijd zou zijn. He, dus van 4 tot 6 maanden ga je naar 9 maanden. En dat betekent natuurlijk wel weer wat in die grafiek die Herman liet zien. Dat je dan ietsjes duurzamer bezig bent. He, dat is eigenlijk de algemene conclusie van de labschaal testen. Nou, wat gaan wij nu nog doen? Fase 3. Zijn we druk mee bezig met de voorbereidingen. Natuurlijk zijn we ook druk met fase 2 afronding, STOA-rapport. Maar we willen ook graag een pilot doen. Wat willen we dan in die pilot nog testen? Dat is vooral die combinatie full-scale, ozon, GAC, maar met die nutriënten, met die biomassa erin. Langdurige projecten of testen doen om ook echt te kijken wat nou de standtijd is van het kool. Is dat inderdaad echt die 9 maanden of langer? Of is dat korter? Nou, ons idee is dat we daar in 2018 mee gaan beginnen. We hebben alleen nog geen subsidie gekregen. Dus het is nog onzeker. We zijn alleen wel aan het zoeken natuurlijk, bespreken. En ook intern gebeurt er een heleboel bij Waternet. We zijn bezig met een strategieontwikkeling. Die komt begin februari in het bestuur. En daar kunnen we heel mooi op aanhaken. Hè, als ons bestuur een bepaalde ambitie heeft gekozen om iets te gaan doen. En dat ziet er heel goed uit dat ze dat willen gaan doen. Dat ze echt iets met die microverontreinigingen willen gaan doen. En daar kunnen we heel mooi op aanhaken dat dit dan een heel mooi voorbeeld is om zo'n test te gaan doen. En dan, dan krijgen we een bestuurlijk traject, kredietaanvraag, et cetera. Gaat niet allemaal heel snel, maar dan mogelijk dat we ergens in 2018 echt kunnen gaan starten met het bouwen van een pilot. Veel ambities op Horstermeer en met name ook voor het one-step filter. Maar ook nog heel veel te onderzoeken. Ja, heel veel. Dat is nog niet zo even 1, 2, 3 geregeld. Dat en zeker standtijden, dat is langere duur. Langere testen. Er is nog veel te doen. Ja. Deze presentatie roept vast en zeker vragen. En je hebt al zoveel vragen. Ik Michel, dus ik sla jou even over. Wie wil er een vraag stellen? Over Horstermeer. En het was. Hans Wouters van Brightwork. Verwacht je, Manon, nog effect van de ozondosering op je biologische identificatie? Je wilt die combinatie natuurlijk aanleggen. Maar, Ik heb dat niet genoemd, maar wel opgeschreven volgens mij. Dat is natuurlijk een grote vraag. Want we willen denitrificeren, dus we willen anoxies, geen zuurstof. En met ozon gaan we natuurlijk een heleboel zuurstof inbrengen. Dat is echt iets wat we pas op pilotschaal kunnen testen. We hebben gedacht van kunnen we dat op labschaal doen, maar dan moet je echt een labschaal one-step filter gaan nabootsen. Nou, dat heb je niet in een paar maanden getest. Dus daarvan hebben we gezegd dat doen we op een pilotschaal. Maar ja, het is de vraag. De andere kant is het, we doseren natuurlijk ook methanol als voeding. Mogelijk dat door die ozondosering ook weer stoffen biologisch afbreekbaar worden en dat we dan weer minder zeebron kunnen doseren. Er zijn gewoon een aantal dingen die we echt moeten testen. Of dit een haalbaar iets is op full scale. Dankjewel. Zijn er nog andere vragen? Heb ik nog wel een vraag? Jullie hebben natuurlijk een totaalconcept, hè? Gewoon aanvullend aan als nageschakelde techniek. Ja. De hele verwijdering van medicijnresten gaat ook heel vaak over kosten. Hè? Ja.
Heb je ideeën of heb je al aanwijzingen in hoeverre deze technologie, als het allemaal zo werkt met die standtijden die je nu berekent, in hoeverre dat dit een financieel ook aantrekkelijk alternatief kan zijn? Ja, het komt op 20 tot 30 cent per kuub. Dus ja, het komt in de range van de andere nabehandelingstechnieken. En dat komt ook allemaal in het STOA-rapport te staan. Dus het is natuurlijk bepalend hoe groot je zuivering is waar je zit. Hoe groter, hoe wat goedkoper. Dus dan zit je meer aan de 20 cent kant en anders meer naar de 30 cent kant. Oké. Dankjewel. Thanks.